Arjo van Zee van de firma Verschoor. We hebben onze hoofdzitst in Wolmersleben. We zijn in Duitsland verantwoordelijk voor een grotere menge aan strootsoepressen. En daarbij arbeiden we zeer intensief samen met de firma Krone. Aan het moment, dit jaar 2018, arbeiden we met 5 HDP2-pressen en met 3 normale HDP's van de oude generatie. Die HDP2 zijn eigenlijk als complete vervolg om ze einfach meer doorzet, leistung en efficiënter te arbeiten. We arbeiden hier in zomer ongeveer met 20 leute. Daartoe existeren zeg maar, pressenvarer, radladervarer, LKW-varer. En daarmee verzoeken we hier ongeveer 8.000 bis 12.000 hectare te bewältigen. Nou, ik ben Tom Verschoor van Verschoor Forage en Verschoor Handel en Logistiek in Wolmersleben. Wij zijn van oorsprong een bedrijf dat in agrarische producten handelt. Begonnen in 1939 en na de Wende in 1993 zijn we in het voormalig Oost-Duitsland begonnen met verzamelen, verhandelen en persen van stro. Ja, hoe zijn wij met Krone in samenwerking in contact gekomen? Kijk, het punt was toen wij in 1993 hier in Duitsland gestart zijn, was het om die balen stro geperst te krijgen. Dat was best wel moeilijk. We hadden te weinig gewichten, we konden onze auto's niet uitnutten. Dus dat is altijd te duur qua transport. Toen zijn we gaan zoeken bij meerdere fabrikanten en uiteindelijk bij Krone terechtgekomen. En Krone zei toen ook tegen mij, ja, waarom wil je dat? Ik zei, ja, wij moeten de lucht vervoeren, brengt geen geld. En uiteindelijk in 2007 hebben we 11 persen HDP 1 gekocht. Vervolgens het jaar erop nog 3. En dan hadden we 14 persen en behoorlijke capaciteit dus. Want het is alles moet in een korte tijd gebeuren. Aan taak is onze zielzetting circa 100 hectare pro pressen te schaffen. Dat we ook in een korte tijdvenster onze enten erledigen kunnen. Ja, de grond als we hier voor een HDP2 gewild hebben, is eigenlijk ook dat die efficiëntie veel groter is. Dat voordeel is wegen die 8 bindvelden. Viele zeggen natuurlijk, ja, bindvelden is teuer. Dan zeg ik, ja, dat stimmt. Maar de toeverlessigheid op een veld, dat men weniger stilstand had, is beduidend aangenamer. Jedes mal, wenn natuurlijk van 6 bender einde kapot is, ja, dan steekt man. Want bij 8 bender kan man zeggen, mens, einde weniger, es tut nicht leid. We gaan einfach weiter. Want ja, dat is maar natuurlijk 40% meer luisteren had wie een standaardmachine, is natuurlijk een zeer welkome